Hi, ik ben Lana, ik studeer communicatie en aan het einde van deze video zullen jullie weten hoe Iris werkt. Let maar op. Iris is het in Holland intranet en jouw startpunt en je vindt hier alles wat je nodig hebt tijdens jouw studie. Helemaal bovenaan staan al jouw apps zoals Moodle, Gradework, OneDrive, de bibliotheek. Je kunt ze ook vinden door linksbovenop het vierkantje te klikken. De volgorde van de apps kun je geheel naar wens inrichten. Klik maar eens op het tandwiel en sleep Gradework naar beneden. Zie je er een app tussen staan die je niet gebruikt? Vink hem uit. Zo, dat ziet er een stuk overzichtelijker uit. Wil je graag je jaarrooster bekijken of in gesprek met een buddy van Student Succes Centrum? Ga dan naar Weten en Regelen. Vul 1 of 2 zoekwoorden in om snel en gemakkelijk informatie te vinden die jij wilt weten. Ik wil bijvoorbeeld een buddy spreken, dus zoek ik het woord op buddy. En dan nu terug naar de homepage. Via Snel Naar kun je contact opnemen met een vertrouwenspersoon, decaan, servicepunt of bijvoorbeeld een ruimte reserveren. Gebruik je iets niet, klik dan op het tandwiel en vink het uit. Richt Iris helemaal in naar jouw voorkeuren. Op Iris kun je je cijfers, je toetsaanmeldingen en je rooster voor die dag bekijken. Je vindt het allemaal op de homepagina. Wat Iris zo handig maakt, is dat alle informatie op één plek te vinden is en dat je het zelf kunt inrichten zoals je wilt. Je kunt ook handige websites toevoegen aan mijn favorieten, zo heb je alles bij de hand. Ik voeg bijvoorbeeld de NS-website toe, omdat ik met de trein naar school kom. Laten we Iris nog een stapje verder optimaliseren. Klik eens op het tandwiel rechtsbovenin. Nu kun je alle blokken in jouw Iris-omgeving verschuiven. En je kunt ook andere voor jou relevante blokken toevoegen. En last but not least, check de evenementenkalender voor de events die jij niet wilt missen. Ga zelf aan de slag met het eigen maken van jouw Iris-omgeving en probeer de zoekbalk eens uit. Start jij vanaf nu ook jouw dag met Iris?